Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop Product Update. Nummer 78. Deze keer weten we het nummer ook. Dus ja, en de kerstspecial nog. Het is bijna kerst. Dus inderdaad, we hebben een kerstspecial. En ik zie al mooie blinkende dingen hier. Maar kerst blinkt natuurlijk alles en glittert alles. Ik zie hier een heel mooi muntje. Nou, mooi. Het is mooi dat we 2 euro hebben bedacht. Het is wel glimmend in ieder geval. Let op, een muntje. Een glaasje. Okay. We hebben al leeg gedronken zo te zien. En reclame. Oh, de kerstreclame op jou. Coca-Cola. Oeh, oké. Okay. Kijk, moest je namelijk zo'n muntje hebt, nee. Ja. Let goed op. Ja. 1, 2. Bam. Coca-Cola. Hè? Cool. En dit is de coin tray. De coinfly tray en close-up table. Ja. Want inderdaad, naast dat het een coinflight ingebouwd is, zeg maar. Een hele mechanisme van coinflight, zoals je net zag. Kun je natuurlijk ook gebruiken gewoon voor je, ja. Het is trouwens ook aan alle kanten. Ja, je kan hem alle kanten gebruiken. Als je dus echt wil, wat het mechanisme van coinflight zit in principe aan één zijde, zeg maar. De andere kant is helemaal normaal, zeg maar. Daar kun je helemaal niks aan zien. De andere ook eigenlijk niet, als je niet weet. Dus je kan hem ook gebruiken als close-up tafeltje. En je kunt hem gebruiken als coinflight. Nou, wat Leon net liet zien, dat was eigenlijk een van de makkelijkste routines die je kunt doen. Maar, wat hebben we nog meer? We hebben de hele video opgenomen. We hebben één munt, een gesigneerde munt, maar dat is wel een beetje oefenen. En René had nog een versie met een... Ook gesigneerde munt. Ja, met een doekje, zullen we maar even zeggen. Ja, als je wil weten wat voor doekje, ja. laat het even weten en dan geven we wel even antwoord. Dan vertellen we misschien te veel. Ja, check even de demo op onze website van het ding. Daar heb je alle drie de dingen staan er helemaal op. En dat is echt cool, je hebt je leentemunt, inderdaad handtekening erop, die verdwijnt uit je handen en verschijnt in het glaasje. En bij een van de versies moet de toeschouwer zelfs de munt zelf uit het glaasje halen, zit hij er echt in. Dus dat is echt wel redelijk ongelooflijk. Exclusief bij Dynamo Magic deze coin tray, mooi gemaakt. Ik vind ook toch, het is gaaf afgewerkt, niet omdat we het exclusief hebben, maar gewoon, het is gewoon echt goed gemaakt. Je ziet niet waar het mechanisme ook zit. Geen elektronica. Dat is ook wel mooi, geen batterijen, dus je hoeft niet, accu leeg. Het werkt gewoon altijd. Gemaakt voor 2 euro munten. Dus ga niet spelen met 5 eurocent of kleinere muntjes, want dan zou het wel eens kunnen vastlopen. Voor 2 euro werkt die gewoon perfect. 95 euro voor de coin tray. Oké, okay. Ja, mooi. Gaaf ding hoor. Ja. Zal ik de glaasjes opbergen? Dat is natuurlijk meteen opgeruimd. Voorzichtig. Glaasje, klein glaasje krijg je trouwens ook bij. Grote glaasje moet je zelf even in een glas rekenen. Oh, ik net die kaarten trouwens hier net. Wist je trouwens dat als je... weet je wat dit is? Dat is een sticker. Ja. Die pakken ze in Indonesië altijd, of niet als ze getrouwd zijn, dan pakken ze die zo op het hoofd. Ja. Het is een zogenaamd zwart gat. Het is een zwart gat, dat kun je bijvoorbeeld... ergens op een kaardoosje bijvoorbeeld plaatsen, zie je? Dat is mooi. Stel nou dat je daar een muntje bij pakt, maar een muntje. Gewone munt. Dan kun je die munt bijvoorbeeld tegen het doosje wrijven op deze manier, zo. En dan verdwijnt die munt helemaal, zie je? En het grappige is dan dat als je dan het doosje kantelt, kun je zeg maar, het munt kun je gewoon uit het doosje eruit halen en dan kun je uiteraard het zwarte gat er weer afnemen. Nou, dat is even de basisroutine van de Superhole van Michael Chatelain. Dus het kaart, dus je kunt gewoon een kaart in, dan trouwens kun je alles in opwerken, zelf terug instoppen. Als je ook denkt van hey, het is een speciaal doosje of zo. Je krijgt het kant en klaar, je moet alleen één kleine handeling doen, maar dat hebben ze niet gedaan omdat anders je gimmick iets te veel ontspanning staat, laat het zo zeggen. maar dat is echt 10 seconden. Leuk dingetje. Ja, 43,50, compleet met video-instructies. Je kan ook de toeschouwer zijn vinger in het zwarte gat laten steken, of een potlood of iets anders. Hè. Kan ook allemaal. Dus wat dat betreft is het erg grappig. Visueel, heel sterk visueel dingetje. Ja, wacht eens even. Ik heb hier trouwens nog iets heel gaafs. Weet je wat dit is?
Dat is een doos. Wacht even, kist. Wat denk jij hoe zwaar deze doos ongeveer is? Wat schat je? Houd de kist. Oh, heel moeilijk. Ga ongeveer. Ja, denk ongeveer een kilo. Tel eens op, denk ongeveer een kilo. Ja. Kijk. Wat het leuke is, als je de kist openmaakt en je... Wacht even. Sorry. En je stopt er iets in. Bijvoorbeeld deze doek. Deze doek weegt 500 kilo. 500 kilo. 500 kilo. En als ik deze doek voor 500 kilo in het kistje leg, is het kistje dan 500 kilo zwaarder. Probeer het kistje op te tillen. Ik zei ook, de doek weegt 500 kilo. Want als je namelijk de doek er weer uithaalt, en dan is het kistje geen 500 kilo meer, maar slechts nog 1 kilo. Til het kistje op. En dan denk je natuurlijk, ja ho eventjes, er zit iets onder die tafel, iets geks. We doen er even lekker even iets tussen, dat je zeker weet dat dat niet het geval is. Doe even zoiets tussen, gewoon een simpel dingetje, hoppatee. Mat erop. Nu gaat het sneller. Zie. Deze doek weegt 500 kilo en als een doek van 500 kilo in een kistje legt, dan wordt je kistje 500 kilo zwaarder. En dan kun je die niet optillen. Dat komt omdat die doek maar liefst 500 kilo geweest weegt. Dat is natuurlijk niet echt zo. Dat is enkel omdat ik dat zeg via hypnose. Til maar op. Zie. Hey. Dit is de Light and Heavy Chest. Ook exclusief bij Dynamite Magic Shop. 500 kilo. Oh, sorry. 500 kilo. Nee. Kost. 175 euro. Wij gebruiken hier nu de Light and Heavy Performance mat als extraatje. Voor de mensen die denken, ja, maar de kist zit, ik noem maar iets, vast aan tafel op de een of andere manier. Als je zoiets tussen legt, wordt dat idee ontkracht. Deze mat kost extra 35 euro. Dus die optie heb je ook nog eventueel. Dus dat was de Light, dat is wel een beetje kaal. Nou, wacht even, doe het even zo. Kostte 35 euro extra dus. En de Light and Heavy Box, helemaal van hout gemaakt, 175 euro. Ook geen elektronica, geen afstandsbediening, geen magneten. Check even de site voor alle informatie als je er meer over wil weten. Daar staat ook bij wanneer je het wel en niet kunt vertonen. Waar wel en niet. Dus dat is ook een truc waar veel naar gevraagd is. En we hebben hem nu op voorraad. Net als alle andere dingen trouwens, maar deze hebben we lang op gewacht. Vind ik een mooie kist. Ja, zeker. Maar heb jij ook iets moois? Ja. Ik zie weer een mooie kistje. Ik weet niet wie er met die... Hij is echt de kerstman. Ja, echt goed. Hij is echt gewoon... Ja, doei. Nou, mijn baard groeien is grappig, grappig. Hij is stuk trouwens. Hij doet het niet. Ja, wacht even. Doe dat even normaal. Moet dat ho moet er ook bij doen. Ja. Ho ho ho! Ja. En dit is de... Stomme bel die die doet. Stomme bel die die doet. Die is niet te koop. Een kapotte bellen. Ja, we hebben geen defecte bellen. Nee. Deze kost. Nee, dit is de Impossible Bell. Gebaseerd op Tels Bell, maar dan een iets ander mechanisme. Exclusief bij Diamond Magic Shop. 115. Maar kijk eens, het is voor de verzamelaars ook. Het zit onder de prijs van de Tels Bell, die ooit op de markt was nog. Maar je krijgt bij ons nog een mooi kistje bij. De bel past daar precies in. Oké. Echt waar, nou is bijna klaar met de kerstballen. Oké. De bel past er mooi in. Als je hem precies netjes rechterin legt, zakt hij er helemaal in. Kijk, dus je hebt een mooi collectors item. Je kan ook mooi dicht zien. Dat is wat het idee ervan. 115 euro. En voor de mensen die zeggen, ja, het is wel heel groot die bel. We hebben ook een kleine versie. Juist. Hebben we die toevallig ook bij? Nee, hè? Ja, die ligt daar in het zakje. Is dat een zakje? Oh, wow, wat een verrassing. Ho! Nou... Goh, goed dat ik hem klaargelegd heb. Beetje. En dit is ook dan blijf ik een glazen kerstbal. Een mooie
Wel. Ja, die doet wel. Dat is mooi. Krijgt de kleur. Ja, kijk het even mooi, je bel. Als je wil, kan ik ook zorgen dat ik bij jou bel. Zijn je handen leeg? Is goed, ik bel bij jou ook. Ja, hallo. En als ik wil dat hij bij jou niet belt, dan? Ja, dan belt hij ook niet. Dus je bepaalt zelf wanneer de bel belt en niet belt. Zeg je nou, hé, wacht eens even. Als ik 3 van die bellen koop, of 4, kan ik... welke bel doet het en welke doet het niet? Hint. dat kan natuurlijk ook. Ik koop je 3 of 4 bellen. Ik zou wel dezelfde pakken. Dat is wel mooi, hè? Niet 2 kleine en 1 grote, dat valt op. En deze kost? Dat is de Impossible Bell Mini. Impossible Bell Mini, mini. Is goedkoper als die grote, hè? Nee, dat dacht ik. €49. 49, ja. €49. Ja, dus dat scheelt wel nogal een stukje in prijs. En ook in lengte. En de lengte. Dus ik zou zeggen, je binnenzak zou kunnen. Nou kwam er gisteren een grote levering binnen. Waaronder, ja, echt niet te geloven, het 52-to-1 deck. We kregen er gisteren echt, ik heb hem echt gekregen. Ik vergeet het niet meer, 6 oktober kwam hij hier binnen. Ik was op vrijdag, die verzending was laat. Ik had even gekeken hoe het werkte. Ik liet het jou zien, jij liet het in de winkel zien. Het ding kwam online, 2 uur later, ook toen hadden we maar 12, maar 2 uur later waren er 12 weg. Dat is 2 uur van 12 stukjes, even goed veel. Ik meteen Murphy's, met onze groothandel gekeken, even op. Potverdorie. Oké, World Magic Shop, de maker. Gebeld. Nee, zegt hij, zijn op, zijn wereldwijd op. Ik zeg, wat, hoe kan dat nou? Zegt hij, zijn net uitgekomen. En zei hij, nou, maar geen paniek. Ze worden gedrukt, rond 10 november, klaar. Oké, maar... wij op de website, reserveer nu je exemplaar, rond 10 november. Niet dus. Het wordt half november. Half november. Niet. Oké. Het wordt begin december. Ook niet. Kom wel dichterbij. Nou. Kom wel dichterbij. Toen zeiden ze, nou, het wordt ongeveer 10 december. Ook niet. En gisteren kregen we een hele doos binnen. We hebben ze. We hadden ze. Want we hebben iedereen de spellen geleverd. Laat ik zo zeggen. Het is nu donderdag. We hebben iedereen gisteren de spellen geleverd die iedereen besteld had. Dus iedereen heeft het mooi kunnen voldoen. Vandaag is donderdag, dat opnemen, komt er nog een hele doos binnen. Dus op de tijd, als je deze video kijkt, tenzij er een wonder is gebeurd, zijn die ook alweer uitverkocht. Maar dan krijg je echt een heleboel. Dus het is weer op voorraad. Het snelst verkopende effect, voor mij betreft, in de laatste 20 jaar, want zo snel was het nooit. Dat is ook heel makkelijk te doen. Dat is gewoon een mooi ding ook. Vet sterk. Check het even terug, want het idee was, wat was het ook alweer, 52-to-1 deck? Je hebt een kaartspel, laat je opgespreid zien. Ja, de toeschouwer kan zien dat het een gewoon spel is. Ja. Dan zeg je tegen de toeschouwer, denk... Denk een even nog een keer. Ja. Het spel uit, denk een kaart. Heb je er een? Oké. Nou, weet je nog wat voor kaart je had? Denk eraan. Oké, je kopieert het spel. En tada, je kopieert bij de kaart voor de toeschouwer. Precies, de toeschouwer zegt harte 8 en je zegt boom. Harte 8. Wat? Makkelijk te doen. Dus hij is op voorraad. 52-to-1 deck bij Wayne Fox. Maar daarbij zaten nog een heleboel andere mooie dingen. Waaronder Shin Lim's 52 Shades of Red versie 3. Versie 2 hebben we ook nog trouwens, als je er interesse in hebt. Maar nu is er de versie 3. Daarmee kun je alles wat je bij de standaardversie kunt. Je ziet bij onze, op onze webshop 3 YouTube-video's erbij staan. 1 met de oude routine zoals die opgenomen is op een VISM. Routine. En hier zitten weer wat extra dingen bij. En daar zitten ook de extra kaarten voor erbij. Nou, als je een complete routine wilt doen, zoals je alleen maar doet, moet je even een paar dingen zelf maken. Daarvoor zitten een aantal materialen bijgesloten. En je leert ook een complete workshop, zeg maar, hoe je flapkaarten maakt. Er wordt heel veel op ingegaan ook. Je leert speciale moves nog, grepen. Zit er materiaal bij voor flapkaarten te maken? Ja, ik ga deze even openmaken. Want ik moet zeggen dat ik, omdat deze gisteren laat binnenkwam, heb ik dit nog niet bekeken. Maar met de vorige weet ik nog dat mensen zeiden van, ja, wacht eens even. Hier zit bij. Ja, wat ik zou meebestellen, ik zie hier wat er nu wel bij zit, is een pakje EMT, Elastic Magic Thread. Wij verkopen dat. Dat is een elastisch onzichtbaar draad, zeg maar, voor niet direct onzichtbaar, waar je voor kaarten en andere dingen mee kan maken. Dat kost volgens mij €3,50 of €5. Als we dat had gedacht, had ik het even opgeschreven. Of Essential Magic Thread, weet je volgens mij. Elastic Magic Thread.
Ik zet hieronder even een beeld wanneer ik hem bewerk. Bestel het even mee. Als je dit koopt, dan heb je alles wat je moet hebben. Ja, eventueel rubber cement als je het nog niet hebt. Elke goochelaar moet het gewoon hebben. Rubber cement. Rubber cement is lijm waarmee je dingen op elkaar kunt plakken. Dingen blijven soepel, dus het wordt niet hard. Mm-hmm. En je kunt het altijd uit elkaar halen. Wat ook handig is om te hebben, is een computer of een telefoon voor de video te bekijken. Ja, er zitten online video instructies bij. Hele goeie. Ja, bekijk even de video's op onze website, want het is echt heel cool. Het is te lang om hier even te laten spelen, maar je kunt er echt hele visuele dingen mee. Als je Shin Lim ooit gezien hebt, of vorig jaar in Hoofddorp, of een Blackpool, of op YouTube, of waar dan ook, weet je wat zijn, hoe sterk zijn effecten zijn. En dat kun jij echt ook met behulp van 52 Shades of Red. Aanrader. Oké, hebben wij nog meer? Wij hebben nog iets toevallig. Boeken! Een heel mooi boek. Oké. Ja. Scripting Magic. Deze boeken gaan eigenlijk over hoe je van een truc eigenlijk een mooi verhaal eromheen kunt bouwen. Zeg ik dat goed? Ja, ja, heel goed. Want ja, de naam zegt al: Scripting Magic. Maak een script om je magic, zeg maar. En deel 1 kwam volgens mij 6 of 7 jaar geleden uit. Hebben wij heel veel verkocht. Totdat het 2-3 jaar geleden net niet meer gedrukt. En nu is er een nieuwe luxe versie uitgepakt. Mooi met zo'n soort plastic omheen. Maar daarnaast is er ook een deel 2. Met nog meer tips. Hoe je script schrijft. Hoe je act kunt verbeteren. Oefenen. Alles wat je kunt bedenken om je act te versterken. Alle theorieën die er omheen zitten. Daar gaat het boek over. Met bijdragen van heel veel bekende goochelaars ook. Dus dit zijn echt... als jij serieuze goochelaar bent, die niet alleen maar, ik laat even simpel zeggen, een tenue trucje wil kopen, de doos wil openmaken, de instructie wil lezen en het voor zijn familie wil doen. Maar je wilt een stap verder gaan om mensen een wonderbaarlijke avond of een wonderbaarlijk moment mee te geven met trucs die waarover nagedacht is in het kleinste detail. Dus dat door bepaalde woordjes of zinnen, dat je net dat beetje extra mee kunt geven aan een truc, dan is dit wat je nodig hebt. Dit is echt gewoon, Eigenlijk, als er een goochelaarschool was, dan zouden ze dit moeten hebben. Dan zou dit een van je vakken moeten zijn. Zeg maar waarvoor je minimaal een 7 of een 8 moet hebben om te kunnen slagen. Want eigenlijk moet je dit al weten voordat je überhaupt met trucs begint, vind ik. Dat is de theorie. Dat is net als de Nederlandse taal, die leer je ook al voordat je echt aan de slag gaat. Dat leer je niet voor niks. En dit is gewoon echt een basis iets, vind ik. 55 euro per stuk. Per boek, ja. Maar het is echt... En we weten het ook, we hebben nu een week... We zijn er toch een aantal weg. Dit is nu onze laatste set, maar geen paniek. Er ligt in het magazijn weer een hele stapel nieuwe klaar. Die moeten we nog even verwerken. Dus we proberen het gewoon op voorraad te houden. Maar dit zijn echt boeken als je nog een kerstcadeautje zoekt, last minute. Of een nieuwjaarscadeautje, of gewoon een leuk cadeautje. Of gewoon een bestelling wil plaatsen. Dit zijn echt aanraders. Als je iets goeds in je boekenkast wil hebben, dat is het. Er bestaat ook een collectors versie van, in een slipcase, met extra index erbij, met allemaal spullen. Kunnen wij ook voor je leveren, 165 euro. Laat even weten, bestellen wij hem. We hebben hem niet standaard op voorraad, omdat onze ervaring is dat de luxe versies... niet de allermeest verkopende serie zijn, maar we kunnen hem ook voor je bestellen. Scripting Magic. Ja. Ik zeg er al doorheen zijn. We krijgen het lijstje. Dat. Zijn we er niet doorheen? Dat. Nee, we zijn er niet doorheen. Nee, want ik heb hier nog iets staan. Kijk, zo ik Sinterklaas heb gekregen. Een hele mooie ketting. Van Sinterklaas? Ja. Doe je ook wat je wil, hè? Ja. Ja. En ik heb er nog iets gekregen. Tramstokjes? Ja, voor smeuren. Met 3 handen. En... plak. Wat is dit? Dit? Ja, net als Lego. Pas hierop. Vanaf 3 jaar dan, hè? Ja, ik heb ook langer moeten... ik heb een instructievideo wel moeten bekijken om te zien hoe dit nou exact moest. Stel ervoor dat je deze ketting hier omheen legt, zo. Kijk zo.
En ik leg het hier zo omheen. Zo. Eén van deze staafjes blijft de ketting altijd omheen zitten. Die ligt er ook echt omheen. Maar ik heb bepaald welke dat het is. En jij mag raden welke dat het is. Kijk, deze is dit. Je haalt twee van die dingen weg. Laat ik zo zeggen. Ah, zie je, had ik net de fouten weggehaald. Ik zal het even laten zien. Je legt het hier omheen, zo. Dat is dus de kans, zeg maar de kans die je hebt. Eén van deze staafjes zit de ketting echt omheen. Welke denk jij dat het is? Ik denk die ene. Die rechtse, eigenlijk. Die rechtse, denk jij? Ja. Je hebt het goed. Ja, dat geloof je natuurlijk mij niet. Je hebt echt goed gewoon. Kijk, laten zien. Trek zelf aan de ketting. Ja, ik zal hem even draaien. Ja. Het... Zie. Dus de toeschouwer die mag steeds proberen te raden, zeg maar, welke dat het is. Gaan we een keer doen, zo. Het gaat je nooit lukken, deze. De linkse. Deze? Ja. Haal dan zelf die andere twee even weg. Oh, wat jammer nou. Oh, wat jammer. Nog één keer. Wat jammer. Inmiddels. Je mag twee weghalen en dan mag je die andere blijven zelf over. Probeer maar. Oh, zo jammer. Ja. Nou, het echte verhaal. Niemand dit hoort. Nee. Psst. Nee, jij bepaalt gewoon eigenlijk al van tevoren. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Jij bepaalt sowieso of het überhaupt of de toeschouwer kan winnen of niet. Zo simpel is het. De toeschouwer kan nooit winnen als hij dat wil. Jij bepaalt alles. Dit is de Chain Monty. Heel oud effect. Goed gemaakt. Mooi beukenhout. Stokjes erbij. Kettingje heel netjes gemaakt. We hebben er een uitgebreide video-instructie bij gemaakt. Je kunt het zo vaker halen als je wilt. Mensen mogen alles onderzoeken, want er is geen preparatie. En de Chain Monty, exclusief bedankt met Magic. Ik zorg dat ik het zo vaak moet zeggen, maar het is gewoon zo. Kost 49 euro. Is mooi gemaakt. Makkelijk echt te doen. Niks aan te ontdekken, dat vind ik het leukste. Mensen mogen in principe alles zelf doen als ze willen. Alleen jij legt de ketting erom, de rest mogen ze alles zelf aanraken. Misschien even één vraag. Zou je het ook met een andere ketting kunnen doen eventueel, als mensen zeggen van... Ja, je zou met een stukje touw ook kunnen doen. Touw of ketting of... whatever. Ja, als je een halsketting met iemand hebt. Als die maar groot genoeg is dat je hem omheen legt, zeg maar. Maar dat kan. Ja, dat kan. Sterker nog, ik ga het zelfs stoms bedenken. Waarom bedenken we altijd dingen onder de update? Ik denk zelfs dat als je het zo doet, dat je ook nog kunt zeggen... je kunt die ook bepalen of je vast of los zit. Nu zit die los. Met één staafje. Kan ook zien. Kan ook nog. Als we nu trekken, zit die vast. Trek maar. Oh, sorry. Dus in principe, dat is het basisidee. Alleen nou, met drie stokjes maak je een soort van een spelletje van. Dus je kunt alles zelf bepalen, wat je zelf wil. Je hebt nog veel meer mogelijkheden. Je kunt met twee stokjes spelen, met één stokje, met drie, whatever you like. Chain Monty. Laat je opbergen. 49 euro. Leuk. Ja, leuk ding. Vind ik ook, ja. Volgens mij... Hebben we nog een truc. Hebben we nog een truc. Ik kwam gisteren ook binnen. Truc die je al jaren verkopen op DVD, is enkel de DVD. 7 oktober hadden we Joshua J. Hier te gast met een lezing. En hij had, want hij is een van de eigenaren van Vanishing Inc., zoals je kunt zien. En hij liet deze truc weer zien en heeft er een nieuw leven in geblazen. Maar ik zou er verder niet meer praten, want wat heb je? Een stukje lint. Ja. Een bril. Ik heb gisteren een hele dag gekost om die munten eraan te krijgen. Kijk. Dat dus is het één. Kan nog groter maken wat. Twee. Drie. Dan mag je even kijken. Laat even proberen een beetje boven de mat te blijven, dan kun je met de camera gewoon zien. Ja, okay. Even kijken of de munten er echt aan zitten. Ja, nou, ik zal even zo dat zien ook, voor de mensen die dat twijfelen nog. Dat het naar de camera ging. Dit zit er echt gewoon hartstikke aan vast. Maar de bedoeling is dat je de munten dus alle drie even laat zien. Houd even een beetje boven de mat. Nou, we zitten bij de camera beter, ja. En de bedoeling is dat de munten daar zo meteen één voor één lossmelten. Dit is de eerste. Zie je dat?
De laatste twee die zijn ietsjes moeilijker, René. Hoezo? Waarom? Daar heb ik jouw hulp namelijk voor bij nodig. Ja? Zou je beide munten vast willen pakken? 1, 2. Hoppa. Dan blijft er nog één munt over. Van hier. Maar het moeilijke is, vind ik persoonlijk, om die er ook weer terug op te zetten. Zou je deze twee munten even vast willen houden? Goed dichtmaken. We zitten nog steeds even verduidelijk. Ja, ik let wel op. Kijk, ik heb niet weg zonder dat ik het gezien heb. Zo vind ik hem toch ietsje sterker. Dan mag je René even de handen open doen. En dan zie je dat hij bij René in hand is gevlogen. En dit is de truc Charming Chinese Challenge van Troy Hoeser. Troy Hoeser, ja. Ja. Even wacht even. Shells? Nee. Magneten? Nee. Gimmicks? Nou, eigenlijk mag ik het niet vertellen, maar het heeft te maken met een gat in de munt. Kijk als je goed kijkt. Hier? Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Ja, mooi gemaakt. Mooi setje. Ongeprepareerd. 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 Mooi gedaan. Dit is de basisroutine ongeveer, hè? Ja. Ja. Basisroutine zoals Troy Hoeser hem. Maar er worden ook wat moeilijkere dingen geleerd. Als het goed is, ook hoe je een munt zo eraan kunt gooien. Maar dat weet ik even niet 100% zeker. Ja, als je Joshua J. hebt gezien hier toevallig met de lezing. Hij liet de uitgebreide versie met extra dingetjes bij. Die staan allemaal ook nog op de download die erbij zit. Hele visuele dingen. Je gooit een munt in de lucht. Je slaat een lintje. Inderdaad, slaat hem eraan. Ook weer eraf. En hele mooie dingen om hem, ook terwijl je hem eraan laat smelten. Om ja, heel gaaf. Je moet het zelf even zien. Check ook de videodemo eventjes. Dan zie je ook meerdere dingetjes. Ja, prachtige set. Zat ook op, hè? En Charming Chinese Challenge. Ja. 42,95. Voor alle munten. Het lint. Online en video instructies. Nou, ik vind het fantastisch. Echt waar. Mooi doosje ook. Ja. Punten passen hier ook mooi in. Ja. Ja. Hey Leon. Oh ja, ja. Vanaf vrijdag 23 december hebben wij een actie. Oh, daar weet ik niks van. Nee? Oh. Als jij tussen 23 en 31 december alle bestellingen die je plaatst tussen in die periode, voegen wij cadeautjes toe. Goocheltrucs dus. Dat wil zeggen, bestel je tot een waarde van €50, dan krijg je een klein cadeautje bij tot een waarde van €10. Bestel je tussen de 50 en de €250, krijg je er een cadeautje bij met de waarde van, nou, ergens tussen de 10 en de 250. Ja, nou, dat vind ik wel knap. 10 en €25. Ja, even een knoop. Bestel je boven €250, nou, dan kun je zomaar, we hebben allemaal ingepakt, het cadeautje bij van €60 gewoon al. Dus dan krijg je echt gewoon leuke goocheltrucs erbij. Geen rommel, echt niet. Je krijgt gewoon kerstcadeautjes bij je bestelling. Hoe is dat? Dus je krijgt gewoon eigenlijk gratis materiaal. Zelfs als je iets bestelt van €20, krijg je gewoon goocheltruc erbij. Netjes ingepakt, cadeautje. Onze kerstactie. Of heb jij nog een idee voor een kerstactie? Misschien kunnen we ook een cadeaubon geven of zo, of meerdere. Ja, dat is een goed idee. Nou, ik zou gewoon, wat zullen we doen? Eén bon of meerdere? Meerdere? Okay. Meerdere, altijd, we kunnen meer mensen blij maken, hè? Doen we één bon van €50 en twee van €25. Zo leuk, niet? Prima. Maar moet je wat voor doen? Ja, volgens mij heb je net tijdens deze update, of in deze update komen in ieder geval kerstballen voorbij. Ja. Als jij weet hoeveel kerstballen er voorbij zijn gekomen, laat het even aan ons weten. Ja. Hoe? Doen we het gewoon even via de mail of via de bestelling? Of... Ja. In deze update komen inderdaad kerstballen voorbij. En alle kerstballen die je voorbij hebt zien komen, bij elkaar komen. Ja, een hele update gewoon. Dan moet je bij elkaar optellen. En dan stuur je een mail. Niet via Facebook, niet via Messenger, niet via WhatsApp. Niet waarom, we willen het allemaal bij elkaar hebben. Dan vergeten we ook niemand. E-mail naar info@dynamitemagicshop.com. En dan zet je in, dit is mijn naam en ik heb zoveel kerstballen gezien. Ja, zet even bij onderwerp misschien ook even
kerstballenactie. Ja, kerstballenactie. Of kerstballenactie, dan weten we ook dat het... Ja, dan gooien we dat in een aparte map eventjes. Belangrijk, je mag 1 keer per persoon deelnemen. Ja. Dus niet 1 mailtje 17, 1 keer 18, 1 keer 19. Dan kiezen wij er eentje uit en de rest gaat weg. Dus 1 keer per persoon. Aantal kerstballen doorsturen en je maakt kans op de bon. Nou, die actie is ook tot 31. Zet hier ook even de e-mailadres neer. Ja, dat zei ik net al. info@dynamagicshop.com. Dat komt dan. Nu komt nog een keer. Ja, maar ik zie nog niks. Nee, okay, het komt, ja, precies. Dan moet je even wachten tot we het... Precies. ja, ook tot 31 december kun je dat ons laten weten. En de trekking zal dan ergens de eerste week van januari zijn. Posten we dat op Facebook. En we zullen het anders in de volgende update ook even bekendmaken. Dat was hem. Ja, dat was hem. We wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe. We zijn behalve volgende week dinsdag, dus tweede kerstdag, zijn we gesloten. Maar de rest zijn we gewoon woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Gewoon normale openingstijden. Dus je bent van harte welkom in de winkel. Weet je wat ik zeg? Fijne jaarwisseling, fijne feestdagen. Fijne feestdagen. Doe zich met vuurwerk. En tot de volgende keer. Hoi, hoi.